altijd, studio, TVL, Davinia Jansen uit So You Think You Can Dance zit nog bij ons en ik heb er twee andere mensen bij gehaald. Annick Gavrielakis, zeg dat goed, Annick? Bijna. Koen van Mechelen. Hoe is het heel juist, Annick? Gavrielakis. Ja. Ik maak dat eigenlijk te moeilijk. Hè. Is gewoon... Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee, Gavrielakis. Ze zit hier bij me van de Bond zonder naam. Want ja, tijdens kerstmis en nieuwjaar, heel veel mensen vieren natuurlijk feest in familieverband. Maar er zijn nog heel veel mensen die alleen zijn. En de Bond zonder naam wil graag de eenzaamheid bespreekbaar maken. Want ja, is er een beetje een taboe rond, zei je ons? Welk taboe leeft er eigenlijk rond eenzaamheid, Annick? Wel, we hebben eerst en vooral een onderzoek laten doen om te zien van, is dat nu echt een maatschappelijk probleem? Ja. Hè? Zijn er veel mensen eenzaam in België? En wat blijkt? 1 op 4 mensen, of 1 op 4 Belgen geeft aan dat hij zich eerder sterk tot zeer sterk eenzaam voelt. Sociaal eenzaam. Dat is wel verrassend hoog, hè? Dat vind ik heel veel. Dat, ja. Dat verrast ons, want wij krijgen natuurlijk dagelijks heel veel brieven binnen van mensen die het moeilijk hebben, die worstelen met het leven, die dat graag willen delen met een organisatie als die van ons. Ja. Maar je weet niet of dat te maken heeft met uw organisatie en met uw doelgroep, of met uw publiek, of dat dat ook echt een maatschappelijke trend is. Voilà. En dat blijkt dus uit dat onderzoek. Ja. En aan de andere kant wordt daar eigenlijk heel weinig over gepraat, want dat staat niet. We zeggen niet graag tegen elkaar, ik ben eenzaam. Ja. Dus dat deed ons wel vermoeden dat daar wel een taboe rond is. Ook, er wordt niet systematisch over gepraat in beleid. Politiek praat daar niet over, media praat daar niet over. Ja. En mensen onderling blijkbaar ook niet. En de bedoeling van deze campagne is namelijk om mensen daarover te doen praten. Ja. Want je wordt snel als loser bestempeld, hè? Als je zegt van ik voel me even eenzaam of Wat zeker niet het geval is, hè? Wat lief? Wat zeker niet het geval is. Wel, nee, wij vinden van niet. Er wordt zo'n geluksideaal opgehangen van je moet tegenwoordig een fantastische relatie hebben, een fantastische job, fantastische kinderen, ja, ja. Heel veel vrienden, een fantastisch weekend elk weekend. Maar dat is de realiteit niet, hè, mensen. De realiteit is helemaal anders. Ja. Is veel minder rooskleurig. En wat wij zeggen is eigenlijk teleurstellingen en mislukkingen. Dat hoort bij het leven en dat mogen onze kinderen ook weten. Ja. Dus eenzaam zijn is wat mij betreft gewoon normaal. Ja. Je hebt een paar BV's ingeschakeld, onder andere Koen van Mechelen. Koen, waarom doe jij mee? Waarom wil jij deze actie tegen eenzaamheid ondersteunen? Ben je zelf een eenzame man? Ja, het zou mij kunnen overkomen zijn, helemaal. En dat is eigenlijk ook gebeurd in mijn jeugd. En het is een beetje aansluitend toen dat Annick bij mij geweest is om mee te doen aan de campagne. Toen dacht ik, ja, hoe weet jij dat eigenlijk, dat ik ooit eenzaam geweest ben? Dat was eigenlijk zo mijn eerste insteek. En ze zeggen lonely on the top, zeggen ze soms. Ja. Hè. Van een kunstenaar op zich is iemand die al in zijn eigen wereld zit, heel vaak alleen bezig ook aan zijn kunst. Dat is ook zo. Maar als ik terugga naar mijn jeugd bijvoorbeeld, dan heb ik gezien dat ik was iemand met dyslexie. En ik ben iemand met dyslexie. En als je een soort handicap hebt, hè, en dat werd vroeger zeker nog niet gedetecteerd, dan geraakt je eigenlijk bijna automatisch in dat isolement. Ja. Want je begint je eigen wereld te creëren. Je begint eigenlijk uit te rekenen wanneer je aan de beurt bent om iets te lezen. Hè? Of als je moet voordragen bijvoorbeeld. Dat gaat allemaal niet. Maar voor mij heeft die handicap geleid tot het grootste talent. Ik heb dat proberen om te buigen. Maar natuurlijk zijn er heel veel jaren tussenin geweest. En in die jaren werd ik dan ook bestempeld als iemand die lui was, die wel verstandig was, maar die eigenlijk niet mee met de rest, een buitenbeentje in de groep. En eigenlijk kan dat leiden tot je grootste gave. En dat is bij mij ook gebeurd. Dat is mijn grootste gave geworden. Ik ben een redenaar geworden. Ik ben beginnen lezingen te houden. Maar dan als kunstenaar werd tegen mij gezegd, als kunstenaar mogen je niet praten. Een kunstenaar moet kunstwerken maken. Ja. Hallo. He? Ik bedoel, er zit altijd die maatschappelijke discriminatie. Ja. En altijd dat vingerwijzen. En waarom dat ik hier wil mee meedoen, is dat ik tegen de mensen eigenlijk zou willen zeggen, kijk naar uw handicap. En draai die om. Draai die om en probeer daar je grote waarde van te maken. Als dat je grote waarde is, kom je korter bij de anderen. Kom je korter bij de anderen, geraak je uit het isolement. Gebruik die energie niet tegen jezelf, maar richt die naar de anderen. En zo breekt je door de schaal van je eigen eenzaamheid. Ja, maar dat is over eenzaamheid. Over welke mensen spreken we dan?
Wel, het cliché... Je zou meteen zeggen, het zijn mensen die alleen, die geen werk hebben. Beetje ja, de ja dat, is het, dat zijn de clichébeelden. Ja. Hè. Het gaat dan over eenzaamheid is iets van oudere mensen, ja, is iets van mensen. Eenzaten, ja. Is iets van arme mensen. En uit dat onderzoek blijkt dus dat eenzaamheid niks te maken heeft met uw leeftijd, niks te maken heeft met uw opleiding, niks te maken heeft met uw geslacht of met sociaal-economische achtergrond. Eigenlijk kan dat in alle rangen en in alle leeftijden voorkomen. Ja, ja. En dat is wel heel belangrijk om te weten natuurlijk. Hè? Ja. Je bent 18 jaar, Davinia. Eenzaamheid, kan je dat inbeelden dat er zo mensen zijn? Ja, ik denk het wel, ja. Nu, de laatste tijd ben ik dat totaal niet natuurlijk. Ja. Dus ik heb een beetje in die andere wereld gezeten. Maar altijd in groep samengeleefd. Ik kan dat wel begrijpen als je het soms niet meer ziet zitten. Of zo van die dingen, mentaal. Ja. Ja. Jullie campagne bestaat uit vele delen. Onder andere workshops, een tentoonstelling, maar ook jeugdtheater. Dat is een deurbelactie. Wat gaan jullie allemaal doen eigenlijk, Aniek, de komende weken? Wel, want morgen, 12:12:12, start het officieel. Juist. Wel, er is een heel groot online luik. Erbij.be, dat is eigenlijk een beetje de campagnesite. Daar gaat je ook het portret en de getuigenis van Koen zien. Ja. Maar ook bijvoorbeeld van Marijke Pinois, actrice van Nigel Williams, cabaretier. Dirk de Wachter, psychiater, die geeft daar ook wat duiding. Dus mensen die zich aangesproken voelen, die zich geraakt weten of die hulp zoeken, die kunnen zeker ook op die site terecht. Ja, erbij.be is dat. Erbij.be. Ja. Je vindt daar ook een test, je kan jezelf testen, want er is zo'n soort adagium dat zegt van als je je eigen eenzaamheid aanvoelt of kent, kun je het veel gemakkelijker herkennen bij anderen. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling van de campagne. Mensen gevoelig maken dat je op tijd eenzaamheid kunt zien rondom je en dat je iets kunt doen eraan. He, want je hoeft niet voor elk probleem naar de psychiater te gaan. Ja. He. Maar dat is ook fantastisch aan hun campagne. Hè? Dat ze juist niet gaan altijd naar die armen, maar ze gaan ook naar het succesverhaal. Ja. Wat zit er achter een succesverhaal? En dan gaat iedereen zich ook daarin herkennen. Hè? Want je vraagt terecht de vraag aan Davinia. Ze zegt, op dit moment ben ik natuurlijk niet eenzaam. Ja. Maar je kunt heel rap vergeten worden, want de maatschappij denkt, ze kan fantastisch dansen. Ja. Hè, en morgen moet ze meer beter. Ja. En het kan best zijn dat je dan straks weer vergeten wordt. Hè. Ja. Maar je moet je eigen kunnen plaatsen in die wereld. Ja. Het raar is, ik herinner me nog van mijn jeugdtijd, nodig eens een eenzame uit. Dat, zo werd vroeger de campagne rond eenzaamheid gedaan. Maar dat is niet goed, hè? Wel, wij pleiten een beetje voor lange termijn... Een lange termijn aanpak. Ja. Ten eerste, er zijn heel veel soorten eenzaamheid, dus ook heel veel verschillende benaderingen. Ja. En dat is een problematiek. Je kunt daar niet met de grove borstel doorgaan. Iedereen heeft een andere aanpak nodig. Maar one-shots, dat werkt sowieso niet. Dus het heeft altijd te maken met vertrouwen en met herhaalde bezoeken. En voor mij heeft het ook vooral te maken met... de mensen rondom u, familie, vrienden, om die bij u te houden. Ja. En ze noemen dat uw sociaal konvooi verzorgen. Ja. Hè? Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja. Uw energie richten op de anderen. Ja. Dat is zeer essentieel. Openstaan voor alle mensen, inderdaad. Ja. Dat is een grote vorm van volwassen zijn. Hè? Ja. Van een mooie boodschap die we zeker ook bij deze feestdagen in ons achterhoofd willen houden. Energie richt op de anderen. En zeker ook eens gaan kijken naar erbij.be. Vind ik inderdaad een hele goede tip.